Amsterdam ist fast judenfrei. Kann ich mich auf Sie verlassen, um auch die allerletzten Juden auf Transport zu schicken? Dries Ripphagen, die werkt nu voor de Duitsers. Voor de SD? Wollen wir weiterhin Freunde bleiben, müssen Sie etwas besser arbeiten. Staat hier helemaal boven de wet. Kijk, ik heb de perfecte dekmantel. De Duitsers denken dat ik voor hen werk, maar ondertussen... U hebt ze aan de SD gegeven? 10 stuks. De rest bewaar ik tot na de oorlog en dan krijgt u ze weer terug. Moet ze wel iets geven, anders gaat het opvallen. Ik heb vrienden die u kunt vertrouwen. Dag Bella Turing. Dag Jan. Van Liemt. Maar het is gewoon heel lastig om te weten wie je wel en niet kent vertrouwen. Wie heb je verteld waar ik zat? Want voor je het weet zit er gewoon een verrader tussen. Kan ik jou vertrouwen? Jan wil Bella de mond snoeren. Net als hij bij mij heeft geprobeerd. Je ligt niet. Nee, ik lig niet. Hij heeft alleen maar mensen geholpen. Oh ja? Deze mensen? Volgens Jan heeft Ripphagen Gerrit verraden. Precies, volgens Jan. Ik kan je niet helpen, Jan. Als zij praat, dan is alles wat ik hier doe voor niks. Ben je echt zo gevaarlijk als iedereen zegt? Misschien is het tijd om toe te geven dat jullie voor de verkeerde kant hebben gekozen, mannen. Werk jij echt voor de politie? Ook voor de SD? Bespeelt iedereen. Kun je bewijzen dat je onschuldig bent? Kun jij bewijzen dat ik schuldig ben? Vertrouw jij Dries meer dan jou? Ik vertrouw niemand. Dries is onschuldig. Is dat rechtvaardigheid? Maar ik ben niet trots op de mensen die ik heb gered. Ik voel me hier schuldig voor al die mensen waar ik niks voor heb kunnen doen.